Mijn gast. Hij is bekend van programma's als Nieuwsuur, Nova, Buitenhof en hij presenteert al 15 jaar College Tour. Ik wilde graag een grap over hem maken, maar ik kon geen goede Twan-liner bedenken. Laat je horen voor Twan Huis! Nou, er is iemand heel trots, hoor. Op, de Twan-liner. De Twan-liner, ja. Okay, ik ook. Nou, hoe gaat het met je? Heel goed. Er is er nog één, trouwens. Ik heb een boek geschreven over wandelen. En toen zei iemand, moet dat niet twandelen heten? Ja, heel leuk. Heel leuk. Ja. Nou, oké. Okay. En dan zijn we nog niet eens begonnen aan het oneindig aantal mogelijkheden met je achternaam. Nee, ja. Ga maar op. Oké, okay, ik hou het over op. Trauma's hebben jeuk. Ja, oh, zielig. Hé, hey, je bent weer begonnen met opnames voor College Tour. Ja. Zondag de eerste. De eerste, met Usain Bolt. Usain Bolt. Ja. En ging het? Ja, dat is een van de meest relaxte gasten die ik ooit gehad heb in het programma. Maar dat was wel grappig, want er was een student in de zaal en die vroeg, ik ga de marathon lopen. Mm-hmm. Heb jij, en voordat hij zijn vragen af kon maken, zakte hij onderuit zijn stoel van, de marathon, you're crazy, why? Het is verschrikkelijk, een marathon. Ik zeg, maar heb jij dat kan jij toch ook wel? Ja. Nee, zegt hij, nee. Als ik 5 kilometer moet rennen, na 1 kilometer heb ik geen adem meer. Het gaat niet. Oh, nou, dat had ik ook nooit gedacht. Nee. Nee, nou, goede vraag van die student. Altijd. Ja. Beter dan die van mij. Ja, dat is niet waar. Nou, ik vind wel, ja, het verrassende aan College Tour is toch altijd de vragen van de studenten. Ja. We weten het niet, het is niet gescript en daar zitten altijd hele goede vragen. Want ik ben een keer te gast geweest bij jou en ik dacht wel, er is een selectie geweest en dan weet Marietje dat ze dan op staat en Johan. Nee, absoluut niet. Nee? Er zitten 1000 mensen, nee, ik heb geen idee. Als je hier de zaal in kijkt, het is onmogelijk om te onthouden wie wat gaat vragen. Ja. Maar dat willen we ook niet. Nee, dat is lekker spontaan. Wat goed. Hoe, heb je ook wel eens iets gast gehad dat het tegenviel? Want het lijkt op papier zo'n feestje aan beroemde mensen. Maar is er wel iemand dat je dacht, oh. Nou, het komt zelden voor. En het is gelukkig ook al heel lang geleden. Maar we hebben heel lang geploeterd om de Dalai Lama in het programma te krijgen. Ja. En zijn staf die geeft je dan ook het gevoel van nu, ja, nu ga je wel de hemel in. En het wordt heel bijzonder en het is fantastisch. En het gekke was, hij ging naast mij zitten. Hij keek mij niet aan. Nou is dat lastig, maar niet onoverkomelijk. Nee. Maar hij ging niet in op de vragen van de studenten in de zaal. Oh. En vooral niet op de vragen die een beetje spannend waren. Dus er was een student en die vroeg aan hem van, goh, hebt u ooit nagedacht, want het schiet niet echt op met de bevrijding van Tibet, om eens een keer vanuit India, waar u woont, aan de grens te lopen met cameraploegen en een stap in Tibet te zetten? Misschien dat dat dan helpt. Waarop hij de zaal in keek en naar die student van, that's a silly question, next one. Oh. Dus hij nam het een beetje van me over. En toen dacht ik van, ja, dat kan toch eigenlijk niet. Dus ik zei tegen hem van, nou, volgens mij is het een hele goede vraag. En verdient die student een antwoord? Oeh. En het was eigenlijk voor het eerst, toen waren we al een uurtje onderweg, want ik was ook onder de indruk dat hij me aankeek. En wat zullen we nou krijgen? Ik word tegengesproken. Dat is niet Maakt de bedoeling. Hij niet vaak mee, denk dat had hij nog nooit meegemaakt. Nee. Wauw. Hij zit nog steeds, ligt hij wel eens in zijn bed. Oh, Twan House. Oh, en Tibet. Ja. Ook al niet gelukt. Nee. Ja. En wanneer was je op je best? Dan zetten we iets tegenover het Dalai Lama. De bakel? Nou ja, op mijn best. Ik weet niet. Er zijn ook wel rare dingen gebeurd. Je komt hierop achter een mooie deur. We hebben een keer de ridderzaal gekregen voor een hele prominente gast. En dat was de toenmalige president van Israël, Shimon Peres. Mm-hmm. Interessante man. En wij waren heel verguld dat hij kwam. En kort voor de uitzending, iedereen zat al klaar. De studenten waren in de ridderzaal. En het was 20 minuten voor de opname. Toen zei zijn staf, wat hebben jullie eigenlijk, jullie doen ook filmpjes, wat zit erin? Nou, dit en dat en een stukje over, uit een documentaire over de Palestijnen op de Westbank. That has to go. Oh. Dat moet eruit. En zei, ja, maar waarom? Daar willen we het ook over hebben. Nee, als je dat er niet uithaalt, dan komt hij niet in de. En dit was vlak van tevoren? Ja, het was vlak van tevoren. Hij zat nog in een hotel De Zende. Ja. Op een paar minuten afstand van de ridderzaal. Ja. Maar hij zou niet komen. Dus toen uiteindelijk is die wel naar de ridderzaal gekomen. En de discussie ging achter de schermen door. En de eindredacteur van het programma die fluisterde in mijn oor, wat er ook gebeurt, we zenden dat filmpje uit. Ja. Dat gaan we niet doen. Dat was geen onderhandelingsruimte. Nee. En zijn staf was zenuwachtig. Hij had 12 man bewaking bij zich, grote jongens. En op een gegeven moment, het duurde zo lang dat ik hem heel voorzichtig bij zijn jasje heb gepakt. Mr. President, the students are waiting. Can you come with me? En hij keek me aan. En volgens mij wist hij ook helemaal niet wat er aan de hand was. En hij zei, niet wie jij was. Nee, geen idee.
En toen liep je op. Ik trok hem een beetje mee. En die mannen die keken mij heel boos aan. En we liepen samen door het gordijn. En het lukte. Hij kwam. En, het was een hartstikke mooie opname. En ja. Het filmpje is vertoond. Alles. Ja. En ben je in elkaar geslagen na afloop? Na afloop, ja. Maar dat maakt niet uit. Ik kan een week herstellen dan. Ja. Staat er nog iemand heel erg op je verlanglijstje? Heb je mensen die je heel graag zou willen? Ja, de redactie. We hebben een enorme lange lijst. Er staat van alles op. Om te allitereren. Top, wie zit er op één? Dat is altijd moeilijk, maar president Poetin, Dolly Parton... Poetin? De paus. Maar Poetin is controversieel. Nee, maar we weten allemaal, je hebt een keer Holleder te gast gehad... waar veel om te doen was, maar ik was er toen... Ik bedoel, een beetje terugkrachtspijt van mijn deelname. Maar was het niet een... Nee, helemaal niet. Maar ik dacht ook ergens dat het voorbeelden moeten zijn. Natuurlijk, dat is ook zo, maar... En je kunt je afvragen bij... Stel voor dat hij het zou willen doen. Mijn geloof na 15 jaar college tour in mezelf een beetje... maar ook in de kracht van de studenten. Studenten die naar ons programma komen. Ik ben altijd verbaasd over hoe goed ze Engels spreken... hoe scherp hun vragen zijn. En het wordt steeds internationaler. We hebben gisteren een opname gehad met de oorlogscorrespondente van CNN... Clarissa Ward. Mm. Een van de moedigste vrouwen op dit moment in het veld... En de zaal zit vol met Nederlandse studenten... maar ook uit Oekraïne, uit Egypte. En ik denk dat het collectieve interview... in College Tour veel meer oplevert dan een één-op-één interview. Je dwaalt wel een beetje af van het... Of je niet moeite zou hebben met Poetin. Maar nee, ik begrijp nu dat je... Nou, ik heb gisteren die vraag voorgelegd aan Clarissa Ward. Dat was wel een grappig moment. Van... Zou je aan Poetin willen vragen of het ging iets anders. Ja, zou je willen vragen? Ik zei tegen haar van... there is an urgent call from CNN. Waarop zij meteen wilde opstaan en zei... Is het waar? Word ik gebeld op dit moment? Zij werkt voor CNN, ja. Zij werkt voor CNN. Ja. En... Nee, ik zeg, het is een fictief voorbeeld. Stel voor, de zender belt en je kunt Poetin interviewen. Zou je het doen en wat zou je eerste vraag zijn? Journalisten, en ik ben er eentje van... wij willen natuurlijk allemaal spreken met de mensen die ertoe doen in het nieuws. En dat is Poetin ook. Ik snap het wel. Ik zit meer te denken aan de setting. Ik zou me meer voorstellen in Buitenhof of zo, in een soort killere setting. Maar ik bedoel, een staande ovatie voor Poetin van 600 studenten lijkt me zo raar. Die zouden we niet doen. Nee, die zou je tegenhouden. Ga zitten, klootzakken! Ja. Wat voor dingen heb je wel eens in de strijd gegooid om mensen te overtuigen? Ik kreeg toen een nieuwe Jaguar, weet ik nog. Ja. Maar... Het was een hele goedkope occasion. Dat stelde niet zoveel voor. Dat is wel waar. Maar... Nee, de redactie doet alles om het voor elkaar te krijgen. Ik denk dat het een van de meest wilde momenten die we gehad hebben... is dat er een redacteur een paar jaar geleden naar me toe kwam. Die zei van, Oprah Winfrey willen we heel graag hebben. Hoe doen we dat? Ja, ik zei, schrijf een brief, stuur een boek. En toen zei zij, wat denk je ervan als we haar huis volzetten... met 1000 oranje tulpen uit Nederland met een brief erbij... Ja, ik zeg, uitstekend idee. Wie gaat dat doen? Ik dacht, nu krijgen we een stom plan. Maar... Nee, helemaal niet. Nee, je moet opvallen. En dat is gebeurd. Het huis is volgezet met oranje tulpen. En het heeft helemaal niks opgeleverd. Oké. Nou, helaas. Misschien komt ze ooit nog. We zijn heel benieuwd. Fijn om jou te gast te hebben, Twan, hier. Zondag begint College Tour weer. Vanaf dan ben je weer gewoon interviewer. Ik ga in ieder geval kijken. Geef hem een groot applaus. Twan Huis! Jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Op naar de maan. Doei. Hey, lekkere YouTubers van me. Houden jullie van spelletjes? Ik wel. En daarom speel ik na het interview ook altijd nog een spelletje met onze gast. Geheugen Memory. De verliezer die moet gênante vragen beantwoorden. En de winnaar, dat ben jij. Want jij kunt hier naar kijken. Het is te vinden op NPO Start. Let the games begin.